the undefeated Rozenstruik with 7 wins, 6 by knockout, minus 220. He's in the gray, and he sits down. Crowder right away. Yeah, that's and he has it away, and he's out. Wow! That quickly for Jairzinho Rozenstruik. Jairzinho Biggie Boy Rozenstruik is een succesvolle Surinaamse mixed martial arts vechter en kickboxer. In zijn laatste gevecht vloerde hij zijn tegenstander binnen 29 seconden. In het kader van zijn behaalde successen werd Biggie Boy ontvangen door de president van de Republiek Suriname, Desiree Delano Bouterse. Nou, ik vind het altijd geweldig om even met de president te babbelen. En dat was goed, leuk en waardeerd echt. Op 2 november heeft u opnieuw binnen recordtijd uw UFC-gevecht gewonnen. Wat ging er nu? Nou, ik ben gewoon blij. We hebben ervoor getraind en het was klaar. Dus ik ga last van je schouder op naar de volgende. Je vecht op 7 december tegen Overeem. Ben je genoeg voorbereid? Natuurlijk. We houden het ook heel graag. Toen we die kans zagen, hebben we het meteen aangegrepen. Dus, ja. Hoe ziet het traject eruit na 7 december, wanneer je gevecht tegen Overeem hebt gehad? Eerlijk gezegd, we denken nog niet aan wat we gaan doen. We willen winnen. En dan laten we gewoon alles over ons heen komen. We hebben al een idee wat we willen gaan doen. Maar we willen gewoon eerst de wedstrijd hebben. Gewoon winnen en dan de volgende stappen nemen. Ik denk dat het talent en ook een beetje de goede man daar boven. Dat sowieso. Het is het beste. Hoe werd het ook snel afgelopen is met Overeem? 2 minuten. Dat ik zag die links echt niet aankomen. Aangezien je zo vaak je tegenstander vroeg uitschakelt, is er ooit het gevoel bij je opgekomen van onderschatting? Nee, zeker niet. Zoals ik al eerder heb aangegeven, ik train altijd hard en ik ben gefocust op wat ik ga doen. Ja. Waar ligt de kracht van Biggie Boy? In mijn hoofd. Ik sta nu op de 14e plek in de wereld, top. En ja, na deze wedstrijd kan het ook zijn dat ik gewoon nummer 5, 4, 4 word. Ik heb nu een nieuw contract gehad voor 6 wedstrijden. En ja, dat betekent dat ik nu een soort van verzekerd ben van een nog langere periode bij de UFC. Dus mijn baan. En dan ja, je bent altijd blij als je contract wordt verlengd. Dus wij zijn er blij mee. Wat is je boodschap naar de Surinaamse jeugd die zegt van dit soort gevechten zijn niet voor mij? Ik had dat vroeger ook. Ik dacht hetzelfde over MMA. Ik heb met mijn eigen mond gezegd, ik ga nooit MMA doen. En ik heb de opportunity gehad om een keer met de jongen te trainen. En er bleek dat ik gewoon talent had om dit te doen. Dus ja, mijn boodschap is, maakt niet uit wat je doet of wat je wil gaan doen. Het is gewoon geloof hebben in wat je doet.